Ik ben Joost, ben 61 jaar. Zo voel ik me niet, maar ja, de leeftijd dat gaat door. Ik heb 9 jaar geleden de ziekte van Leber gekregen. Een aantasting aan het centrale zicht van je oogzenuw. En nu is het dat ik alles met een mist ziet. Alles is wazig. Dus het scherpte en het mooie van het leven mis ik een beetje. Sporten vind ik gewoon geweldig eigenlijk. Voordat ik slechtziend werd, was ik keeper bij ijshockey. Sinds 3,5 jaar dat Running Blind in Leiden is begonnen, ben ik begonnen met hardlopen. In het begin loop je eerst 5 kilometer, en dan ga je steeds makkelijker lopen. Dan ga je naar 10 kilometer. En nu heb ik al 4 halve marathons gelopen. En ik probeer hem eigenlijk onder de 2 uur te lopen. Mijn snelste tijd is 2 uur 4, dus het moet gaan lukken. Nou, we lopen met een buddy. Dat houdt in, we zijn verbonden met een koord. We hebben allebei een koord in onze hand. En de buddy zegt stoeprandje af, stoeprand op, vluchtheuvel op, vluchtheuvel af. Dus ja, de buddy is gewoon, zonder buddy kan je niet hardlopen. Die zijn mijn ogen. Ik vind het leuk dat jullie een bijdrage geven aan de Blind Run. Het geld wat binnenkomt, daar kunnen we clinics voor organiseren waar blinden en slechtzienden kunnen ervaren welke sport bij hun past. Ik daag je uit. Heb jij wel eens geprobeerd om blind te lopen? Knoop eens een blinddoek voor en loop samen zijn route van de voordeur naar de achterdeur. Wil jij je hardloopduo een steuntje in de rug geven? Druk dan op de applausknop.